Max Verstappen is van mening dat de straf die Fernando Alonso ontving voor het verkeerd opgesteld staan bij de start van de race een duidelijke oorzaak heeft, veroorzaakt door de FIA zelf. De straf had er indirect bijna voor gezorgd dat Alonso niet op het podium eindigde. Tijdens de persconferentie na afloop van de race in Saoedi-Arabië liet Verstappen zich uit over de veelbesproken straf van Alonso. Max vertelde dat hij niet gezien had hoe ver Fernando buiten het startvak stond, maar het is volgens hem wel erg pijnlijk als je hiervoor gestraft wordt. De Nederlander denkt wel te weten waardoor het nu al twee raceweekenden op rij fout is gegaan. Volgens Verstappen is het zicht in de nieuwe auto's, die sinds 2022 gebruikt worden, er niet beter op geworden. Het zicht is erg slecht als je in de auto zit en dat is waarschijnlijk de reden waarom je niet altijd correct in het startvak staat. Ja, en ik ben wel benieuwd wat jij hier nou van vindt. Laat het even weten in de reacties.